zijn bij de kiosk in Riethoven, waar alweer voor de 5e keer de kioskbrunch wordt georganiseerd. De lokale horeca is hier met hapjes en drankjes, maar eerst gaan we kijken naar de aftrap, waar een onderscheiding wordt uitgereikt. Ik zei het al, de lancering van het logo van Meer Riethoven. Mag ik vragen of de jongens en meisjes met de beachflex waarop het logo staat afgebeeld naar voren komen? Kan je er voor me al staan? Hartstikke mooi dat de mensen goed het logo kunnen zien. Zoals u kunt zien zijn het vier letters die de Riet, de R, de H, de V en de N, waarvan de R, de H en de N staand zijn opgenomen. En de V liggend is opgenomen. En in deze betekenis betekent het liggende V meer. En vandaar de coöperatienaam Coöperatie Meer Riethoven. Tekenwedstrijd die de zomer, in de afgelopen zomer, de kinderen in Riethoven heeft bezig gehouden. 73 kinderen hebben eraan deelgenomen en er zijn werkelijk bij uitzondering gewoon prachtige creaties geworden. Heel artistiek, heel lastig voor de jury om te beoordelen. Er is echt heel veel aandacht en tijd ingestoken. De jury was dus geweldig tevreden en uiteindelijk hebben ze 9 tekeningen gekozen als prijswinnaars. Proficiat, hè? En het cadeautje. En het applaus van het publiek, ja. Dankjewel. En ook jouw cadeautje. De laatste prijs, winnaar of winnares. En ook van 9 jaar. En dat is iemand die heeft ongeveer de hele zomervakantie moeten werken om het klaar te krijgen. Dat is tenminste het oordeel van de jury. Dat kan niet zomaar gebeurd zijn. Want ze heeft ongeveer alle bijzondere plaatsen van Riethoven in beeld gebracht. En die prijs, de eerste prijs, gewonnen door Famke van Dommelen. 18 plus. Ja. Als je zo'n hoge, belangrijke, notabele in je midden hebt, dan gaat er ook iets bijzonders gebeuren. En dat bijzondere is er vandaag. Nou, wie wil ik dan naar voren hebben? Ik zou graag Fon Sanders naar voren willen hebben. Van harte welkom, Fon. Jij staat, ja, die mensen ken je, denk ik. De oorkonde, mensen, die ik uitreik, is niet van de kernraad, maar de kernraad wil er staan voor alle inwoners van Riethoven. En het is mij een eer om jou, Fon, naast deze bouwman, ook deze oorkonde te mogen ontvangen. Ik weet niet of je nog een hand vrij hebt, maar ik wil je feliciteren. Zo. Van harte gefeliciteerd. Fon was mijn voorganger, geweldig voorbeeld. En laat het voorbeeld volgen. Dankjewel. Fon, je had het niet verwacht, maar je bent onderscheiden. Hoe voelt het? Heel onwerkelijk. Ik had er inderdaad geen flauw idee van. En ik zat er rustig met mijn gezin en de kinderen, kleindochter. En ik denk, kom Mats, schiet eens op met het officiële gedeelte. Dan kunnen we verder met de kioskbrunch. En in één keer werd ik naar voren geroepen. Dus het was echt helemaal volslagen verrassend. En de oud-burgemeester zei al, je hebt het gekregen omdat je veel doet voor Riethoven. Wat doe je onder andere? Nou, wat doe ik onder andere? Ik heb in de kernraad jaren gezeten. Ik ben daar voorzitter geweest. En in die tijd hebben we hier de dorpskern veranderd. Dus dit plan wat hier is gerealiseerd, dat hebben we dus met de werkgroep van de kernraad van Riethoven en de gemeente samen gedaan. En toen was er nog een actie om de kiosk toch te behouden. En daar heb ik ook aan meegewerkt, dus met de vrijwilligers, om die kiosk samen weer opnieuw op te bouwen. En ja, toen moest er iets komen om die kiosk ook te gebruiken. Dus het was een activiteit voor het dorp, door het dorp.
En daar is de kioskbrunch uit geboren. En dat is dus waar we nu mee bezig zijn. Voor de 7e keer alweer. Oké, okay, nou gefeliciteerd met de onderscheiding. Dankjewel. Heerlijk. De mannen achter de pannen, wie zijn dat? Dat zijn een groepje alleenstaande. Ja, ze zijn erbij. Ik zelf ook. Maar er zijn er ook bij die wel een partner hebben. Maar kinderen hebben we niet meer thuis. Dus we maken het gewoon gezellig onder elkaar. Dat is de bedoeling ervan. En dan doen we het lekker samen eten. Eerst lekker koken en dan hebben we ook lekker eten. Met een glaasje wijn erbij. Dat is eigenlijk de hele opzet. En vandaag staan jullie op de kioskbrunch met ingrediënten uit de dorpsmoestuin. De meeste komt hier uit de pluktuin. Die is achter op Boshoven. En daar wordt die tomaten en courgette en pompoenen, dat komt allemaal daar vandaan. Dus dat is, ja. Jij zit in een organisatie. Waarom organiseren jullie dit? Ja, wij proberen jaarlijks alle Riethovenaren bij elkaar te krijgen om na de zomer weer met elkaar gezellig te borrelen en te eten. En alle horecagelegenheden werken daaraan mee om samen te zorgen voor een leuke dag. En wat kan ik vandaag allemaal zien? Nou, we proberen eigenlijk voor jong en oud van alles te organiseren. Naast allerlei muziekevenementen die het is, proberen we ook kinderactiviteiten te doen. En alle horeca uit Riethoven werkt mee om lekkere hapjes te verzorgen. Was de kioskbrunch. Ik moet zeggen, ik vond het één groot feest en ik kan niet wachten tot de 6e editie.